deze toernooi is voorbij. Hoe frustrerend is het voor jou ook geweest? Los van het elftal, om wederom kans te hebben in de eerste helft, niet afmaken en eindelijk je eruit. Ja, zoals je zegt, wederom een prima eerste helft. We zetten druk, we scheppen ballen, komen tot kansen. Wederom maken we ze weer niet af. Ik denk dat dat echt een aandachtspunt voor ons is. Want ja, we moeten goals creëren en moet je ons staan pas als we ze gaan maken. En we doen het niet. En als wij ze niet maken, maken hun ze. Dus zo simpel is het. En de tweede helft strappen ze gelijk af. Wij moesten scoren en dat gebeurde niet. Het zijn counter ons en zo vallen de goals. Als je kijkt in drie wedstrijden, zeg je ook van los van Mexico, waar we wel kansen gehad, dat we eigenlijk als we hadden gescoord niet anders zouden kunnen doen voor Trinidad en Haiti. Zeker, ik sta er nog steeds bij het punt dat we zeker niet onder aan Haiti en Trinidad. We konden zelfs goals maken en ook wellicht winnen, maar ja, als we ze niet maken nogmaals, dan win je ook niet. En het gaat uiteindelijk om resultaten in het toernooi. Je moet winnen, ja, je kan wel mooi voetbal blijven spelen, maar als je niet scoort, dan kom je niet verder. Zeg je toch wel met dit elftal, wat niet zo lang bij elkaar is, dat er toch wel behoorlijk potentie zit bij deze U20-selectie? Zeker, ja. Zoals je zegt, ik denk dat we maar ruim 3 weken hebben gehad om met elkaar samen te spelen en elkaar te winnen. En andere landen misschien al maanden hebben getraind met elkaar. Dus ik vind het alsnog best wel knap en ik denk dat we ook wel trots mogen zijn op een team. Dat we wel gewoon kans hebben gecreëerd en dit nog wel hebben laten zien. Dat we echt kunnen voetballen en dat we gewoon een goed team hebben. En er zit zeker potentie in. Dus volgend jaar gaan we laten zien wat we in huis hebben. Hou je er rekening mee dat de hoofdcoach Stanley Menzel je straks oproept om mee te trainen met de hoofdselectie? Ja, dat zou leuk zijn. We wachten natuurlijk af. En ik ga eerst natuurlijk lekker nu terug naar huis. Terug naar de familie. En dan horen we wel hoe en wat. Bedankt voor je fantastische bijdrage. Dank je wel.